Dit programma wordt u aangeboden door Jos Beres Wijnkoperij. Jos, lekkere wijn, prima service. Hier is het helemaal vandaag met Jan Menega, sportverslaggever, Dagblad van het Noord, vooral gespecialiseerd in FC Groningen. Decennia lang volg jij ze, Jan. En soms, als jij weer eens onderweg bent naar Kerkrade of naar Rotterdam of naar Eindhoven, dan denk ik, zal hij er nog lol in hebben? Ja, ik heb er nog steeds lol in. Ja, Jan? Ja, zeker, man. Ik vind voetbal leuk. Ja. Dus het is niet altijd even goed, voetbal, maar... Nee. Ik vind het toch nog steeds leuk. Vind jij ook dat de mensen in Groningen als te veel zeuren? Want ik vind niet dat het spel van FC Groningen af en toe tegenvalt. Maar het hele voetbal is veranderd, Jan. Ja, maar overal is het slecht, Piet. Of overal is het slecht. Overal is het veel minder geworden. Ja, kan dat? Omdat ze minder voetballers hebben. De goede voetballers zijn heel snel in het buitenland ook natuurlijk. Ja, dat is waar. Ja, dat is waar. Die zijn heel snel vertrokken. Dat is waar. Als je nou zo'n FC Groningen die op dit moment onder Van der Loor speelt. Vorig jaar hebben ze natuurlijk een geweldig seizoen gehad. Resultaat geboekt. Weet iedereen. Beker. Ja, beker. Ja. Beker gewonnen. Hoe het ook bent of keert. Hoe het ook bent of keert. Die is in de knip. Ja, die is in beker. De knip. De eerste wedstrijd, de eerste officiële prijs in de historie van FC Groningen. Dat bedoel ik maar. Ja. Dat bedoel ik maar. Die dus, kan Van der Looy toch op zijn konto schrijven. Dat staat op zijn cv. Dat staat op zijn cv. En hij heeft Europees voetbal gehaald 2 keer. Ja, zeker. Goeie cv. Goeie cv. Ja. Ben jij blij dat hij weggaat, Jan? Nee, ik ben niet blij dat hij weggaat. Nee? Nee. Waarom nou ja, ik vraag het jou. Nee, ja, ik weet niet. Wat? Zijn mensen, publiek, legioen, heel veel, die zeggen van nou, het voetbal is er onder Van der Loor, met alle respect, niet echt beter geworden. Nee, nou dat is misschien wel waar, maar het is helemaal, over de hele linie is het gewoon veel minder geworden. Ja, dat zei je net ook al. Ja, nee, maar dat is zo. Ik bedoel, dat ligt niet alleen aan Van der Loor dat het zo staat. De spelers bij FC Groningen zijn ook minder geworden hoor. Ja? Ja, natuurlijk. Ik had nog een analyse van jou, een opinie over jou, over het vertrek van de Leeuw. Ja. Hè? Michael de Leeuw, ja. De man van de goals. De man van de goals, ja. Heb jij geschreven van een verstandig besluit? Ja, dat vind ik wel. Van de Leeuw zelf? Van de Leeuw zelf. Kijk, hij is mooi transfervrij. Hij kan mooi naar een andere club. Hij kan mooi nog een keer de kassa laten rinkelen bij hemzelf. Ja, ja. Nou, dat is toch mooi. En hij heeft het goed gedaan hier bij FC Groningen. Dus het is hartstikke prima dat hij weggaat. Ja, dat vind je niet. Nou, ik stel de vraag natuurlijk. Oh, ja. Jij zegt, jij bent de expert. Ja, nee, dat is ook zo. Ja. Ik vind het geweldig. De rolverdeling is maar ik vind het inderdaad ook, ik vind het ook mooi dat jij naast me loopt. Dat jij ook zonder na te denken zegt van, ik vind het nog steeds leuk. Ja, ik vind het nog steeds leuk. Ja. Ja, zeker. Voetbal is gewoon toch leuk. Dat is gewoon hartstikke... Kijk dan bijvoorbeeld zo'n wedstrijd Liverpool tegen Borussia Dortmund. Het is toch... Dat is toch genieten, Piet? Ja, we zien het heel weinig. Dat is wel de mooiste wedstrijd van 2016, ja. Ja, absoluut. En 2015 erbij, hoor. Ja, dat denk ik ook wel, ja. Dus er komt heel weinig voor. Daar komt heel weinig voor, ja, helaas. Maar je gaat naar Zwolle toe, PEC Groningen, en je rijdt terug naar huis en denk je bij jezelf, waar heb ik nou naar gekeken? Nou, soms heb ik dat wel eens. Ja. Ik zit soms wel op de tribune en dan denk ik, godverdikke, in de eerste helft denk ik, ja, wat doe ik hier eigenlijk? Ja, precies. Ja. Maar in jouw analyses kun je, jij kunt en meedogenloos zijn, maar soms is het toch ook een glimpje van de supporter. Ja, een glimpje van de supporter. Ik ben wel een voetballiefhebber natuurlijk. Dat is het. Dus als het goed is... Dan zeg ik hoe het goed is. Wat is de beste wedstrijd geweest van dit seizoen? Oh, wat is de beste wedstrijd geweest van dit seizoen? Tegen Heerenveen hebben ze aardig gespeeld. Ja. Tegen Feyenoord hebben ze aardig gespeeld. Ja. Ja, er zijn er niet zo heel veel geweest. Nee, er zijn niet zo heel veel geweest. Dat je zegt, een hele goede wedstrijd. Nee. Maar wat mij dan opvalt... Als ik dan ook wel jouw verslagen lees en ik hoor de geluiden in de Big City, dat mensen met een gevoel naar huis gaan van, waar heb ik nou eigenlijk naar gekeken? Het voetbal is af en toe zo saai aan. Dat is het woord saai. Ja. Saai voetbal. Ja, saai voetbal, Piet. Ik denk, daar moet je soms weer de genoegen mee nemen. Het is gewoon zoals het is. Het is niet beter.
Wij hebben die Albert. We moeten niet te veel blijven hangen in de tijd. Nee, dat moet niet. Vroeger was alles beter. Dat zei jij net trouwens ook. Dat zei ik niet. Nee, jij zei dat de betere voetballers gaan sneller weg. De betere voetballers gaan sneller weg. Dat is zo. Ja. Dat komt door het grote geld wat er is. Ja. Maar het was vroeger niet allemaal beter, Piet. Maar dat vind ik echt helemaal niet, hè? Kun je mij eens uitleggen waarom Albert Roesnaak, hè, speelt bij ons. Ja. Die speelde bij Henk Jong, bij Cambuur. Ja, was hij goed? Speelde die geweldig. Ja, dat snap ik dus ook niet. Maar die vond mij dus echt tegen. Hoe kan dat, ja? Dat is een goede vraag, Piet. Dan gaat hij dus naar een betere club. Ja, je zou zeggen. Met betere spelers. Je zou zeggen. En je ziet hem niet. Nee, hij valt mij dik tegen dit seizoen. Ja. Maar wie weet dat hij zich volgend seizoen herstelt, maar dit seizoen, nee. Maar goed, hij is wel voor eeuwig een bekerheld natuurlijk, hè? Ja, ja. Dat wel. Als hij er niet bij geweest was, ja, wie weet gewoon niet de beker misschien wie niet gewonnen. Wie weet gewoon. Wat er gebeurde. Ja, en dat twee keer gescoord. Dat bedoel ik. Eeuwige roem hier in eeuwige roem. Maar hij valt tegen dit seizoen, dat klopt. Maar er zijn er wel meer, hè, die een beetje tegen valt. Noem jij ze heen? Nou, Simon Tibbeling valt me ook tegen dit seizoen. Ja. Die vond ik in het begin heel goed. Ja, die houdt de bal te lang bij zich altijd, jou. Ik denk, speel die bal nou eens in één keer door. Ja, nou ja, Simon. Simon. Ja. En nog iemand. Waar ik heel trots op ben eigenlijk, hè? Nou. Ik heb wel eens gezegd van, volgens mij is het de nieuwe rechtsback van Nederland zelf. Hans Hatenboer. Ja, Hans Hatenboer. Vind ik leuk. Ja. Hans Hatenboer, echt een Groninger. Geweldig. Mooi. Beerta. Ja, Beerta. Ja, dat is toch mooi? Nee. Als je dat soort spelers erbij hebt. Maar die is ook wat minder, ja. Nou, dat vind je, dat vind ik niet. Nee, dat vind ik niet. Ik vind Hatenboer zich wel goed ontwikkelen. Hatenboer komt ook wel eens een keer bij een grotere club terecht, denk ik. Nog een speler van Cambuur, waar die jongen ook zo blij mee was. Wat hij zo erg vond dat hij wegging. Etienne Reijnen. Ja. Zeg jij nou, het is niet, geen Bottergien in ieder geval. Geen Bottergien. Dat is in ieder geval een ding wat zeker is. Wat wel weer revelatie is, Lindgren op die nieuwe plaats. Ja, maar die gaat weg weer, hè? Die gaat weer weg, want die wil me niet bijten. Nee, Lindgren is goed. Die heeft het goed hoe gedaan. Kan dat, Jan? Nou ja, goed. Lindgren was natuurlijk altijd een goede voetballer geweest. Ja. En dat gaat er niet uit. Nee. En hij staat nu op een positie waar hij goed uit de voeten kan. Hartstikke goed. Even naar de directeur, algemeen directeur, 20 jaar bij de FC, Hans Nijland. Hoe je het ook bent of keert, mooi om dat nog eens een keer weer te zeggen, hoe je het ook bent of keert. Hans Nijland, FC Groningen zonder Hans Nijland. Stel dat Hans zou zeggen, kappen mee. Het zou een forse aderlating zijn, absoluut. Jan. En FC Groningen zonder Hans Nijland was ook niet het FC Groningen van nu geweest. Nee, hè? Nee, joh. Wat is voor jou de kracht? Het is gewoon koopman, hè, Hans? Het is een geweldige koopman. Het is een geweldige koopman, maar hij heeft hartstikke goed gedaan natuurlijk, Nijland. Ja. Hij heeft die club toch helemaal weer... Helemaal. He? Helemaal. Maar wat vind jij de kracht van Hans? Ja, wat is de kracht van Hans? Hij is een goede koopman, zeg jij. Maar hij kan ook mensen binden op een of andere manier. Ja. Dat kan hij. Ja. Ja. En hij heeft ook de wind ook wat in de zeilen gaat natuurlijk. De overgang van Euroborg van Oosterpark naar Euroborg. Ja. Dus ja, het staat ook in een goede periode. Ja. Er kwamen goede spelers. He, dat was allemaal ook positief. Ja. Dus Hans Nijland moet eigenlijk nog lang niet weg. Nee. Moet hij ook nog lang niet weg, nee. Hij is belangrijk. Maar hij voor blijft de club. Geen 20 jaar meer. Nee, hoor. Maar nog wel 5. Ja. Hans kennende. Dat Hans, zou best hij zei, ik wil de 20 volmaken. Nou, dat heeft hij. Ja, maar de 25 wil hij ook volmaken. Ja, heeft hij de 20 volgemaakt, hè? Ik weet het bijna, niet. Ja. Even terug naar de coach. We kijken nieuwe trainer. Dat is. Je kent hem, hè? Ernest Faber. Ernest. De fastest milkman in the West. Maar dat is ook een beetje. Nou, dat zijn ze vroeger trouwens ook van Baaskal, de kroonprins. Ja. Maar is een goede trainer, denk jij, Jan? Die Ernest. Ik heb wel een goede indruk van hem gekregen bij de eerste bij zijn presentatie. Ik ben speciaal heen gegaan. Ja. Ook mooi was trouwens dat hij tegen mij zei, ik ken jou nog van 20 jaar geleden. Ja, ja dat wist hij nog. Toen had ik hem geïnterviewd, toen speelde hij hier even. Ja, episch, een halfjaartje. Typeerde man wel. Ja, nee, klopt. En ook een man van de details, hè. Want toen Nijland zei van, ik ben Ernst of zo Ernst, wat zei hij nou? Ja. Toen zei hij wel dat Ernst Ernst. En zijn vrouw heet geen Christel, maar Christelle. Dat bedoel ik maar. Christelle Faber. Dat bedoel ik maar. Ja. Het is geen man die over zich heen laat lopen. Nee, dat denk ik ook. Die bikkelaar is voor die spelers. Absoluut, maar weet je, ook hij is afhankelijk van de spelers die hij heeft, hè. Ja. Die hij krijgt. Ja. Kunnen als goede trainer zijn, maar als je geen goede spelers hebt, dan kun je het ook vergeten, hoor. Spelen 3 of 4 keer slecht speel, gaat hij eruit, wie het ook is. Zonder Azië de persoons. 4 keer, 5 keer. Die vind ik gewoon zeker mij aan, man. Ja. Maar, dat heb je, hè, druk. Maar in ieder geval, even over jouzelf.
Hoe lang ga je daar nog mee door met dit? Een paar jaar. Met het bekomend jaar die een van. Een paar jaar. Wat ik trouwens gehoord heb, af en toe doe je ook wel eens een keer Emmen of zo. Ja. Laatst was je nog in Maastricht. Laatst was ik in Maastricht. Ga je naar Maastricht, Jan? Hé, voor de voetbal. Ah, jongen, dit is zo'n klein land, man, Nederland. Oh, Jan. Kom op, hé. Ik denk wel eens aan jou, dan denk ik van, oh, Menne gaan ze onderweg naar Kerkrade. Ja, of Menne gaan ze onderweg naar Maastricht. Zeker, afgelopen vrijdag. Ja. 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 File van 2 uur. Ja. Ga er maar aan staan. Ja, en dan moet je weer terug. Moet je terug. Dus dan ben je toch een uurtje 12 van huis, of niet? Ja, dat gaat een beetje tijd in zitten. Ja, ja. Hey, wat is nou, Jan, tot slot, maar we lopen weer op het eind van de straat. Wat is nou eigenlijk het mooie van de voetbalclub FC Groningen, via zelf? Ja, ik vind het wel mooi dat het een valsclub is. Ja? Dat is niet het is geen poeha-club of zo. Nee. Het is gewoon een hele, wel een club waar je wel als supporter thuis voelt. Ja. Ja. Ja, en het is ook nog altijd leuk om erover te schuimen, ja. Zeker. Elke keer weer. Johan Derksen, dan moet ik jou trouwens nog even een compliment maken. Johan Derksen heeft ooit eens tegen mij gezegd, hij zei, Piet, hij zegt, weet jij wel dat Jan Menega een journalist is, een sportjournalist is, die eigenlijk de mooiste wedstrijdverslagen kan schrijven? Nou. Dat zei Johan. Ja, serieus? Want Johan was nou, dit kan ik even straks. Nee, want Johan was namelijk vroeger ook een fan van jullie, want hij zei altijd de redactie van Dagblad van Noord, vroeger Nieuwsblad, vrij kritisch, hè? Ja. Altijd geweest. Ja, dat was zo. De tijd van Hesseling, noem ze allemaal maar op. Heuvelman. Heuvelman. Niet te vergeten. Niet te vergeten. Ja, als gaat hij weer bel. Ja, mooi dan. Nee, goed, Piet. Ik kies nog even de camera uit. Eerlijk kiezen, hè? Van de Looy of Jans? Jans is de beste trainer. Ja? Jans is er? Jans is de beste trainer geweest die bij FC Groningen is. Ja, dus jij kiest van de Looy of Jans? Jans. Die kant op. Ja, maar dan gaan we om, Hans. Hij was er. Ik ga nog lang door met het schrijven over de trots van het Noorden.